Goedenavond bij De Hemelpoort. Mijn gast doet van alles. Soms is hij quizmaster, dan is hij weer koppelaar. Hij interviewt, hij schrijft, hij zoekt overal de aandacht. Maar zijn hart ligt bij de film en eigenlijk doet hij de rest er een beetje bij. Morgen gaat er een nieuwe film van hem in première. Die heet Baby Blue. Nu is hij hier. Theo van Gogh, welkom. Stel dat je nu bij Die Hemelpoort staat. Wie had je dan nog willen zoenen? Catherine Deneuve. Die is nog niet dood, maar stel dat hij dan dood is. Ja, goed. Wie had je nog willen spreken voordat je dood bent? Lee Harvey Oswald. En met wie had je nog wat goed te maken? Even goed nadenken. Een bekend iemand of een... Dat maakt niet uit. Wie jij denkt, als ik dan nu dood ga, dan zou ik toch nog even... Tom Hofman. Wat dan? We hebben een wat tumultueus verleden, Tom en ik, en we spreken elkaar nooit meer. Maar je zei, als iemand... Dan zou je wel weer een zekere vriendschap... Ik zeggen, je moet het ook allemaal niet zo serieus nemen. Geen vriendschap, maar je moet het allemaal niet zo serieus nemen. Ik heb hem ooit een emmer met 5000 gulden, dubbeltjes en kwartjes gestuurd. Omdat ik vond dat hij een krentenkakker was. Dus ik had een briefje erbij gedaan. Omdat je een krentenkakker bent, heb je hier wat om te tellen. En ik had er overheen gepist. Dat was natuurlijk niet zo erg chique. Dus ik dacht, misschien zou ik daar dan een keer mijn verontschuldiging voor moeten maken. Nou goed, bij deze een beetje. Wat is je motto eigenlijk? Ik verveel me dood. Onzin, hè? Ja. Ik heb een heel goed leven, maar het is wel iets dat je de kwade geesten bezweert door zoiets te zeggen. Het kan altijd minder worden, toch? Dat zal het ook wel, toch? Ja, ik vrees van wel. Gaat het bij jou ook al minder? Heb je dat gevoel? Ik heb het gevoel dat het steeds beter gaat. Nou, maar ik ben heel blij dat ik ouder word. Om zoiets dat je niet meer 20 bent. Want? Toen vond ik het helemaal een grote paniektoestand in het leven. Maar toen je jong was, zei je ook regelmatig van, dat je wel snel dood wilde. Koketterie is dat natuurlijk, ja. Maar desalniettemin. Dat is wel waar. Ik heb nooit serieus gedacht dat ik veel verder dan 30 zou komen. Omdat ik een vrij woeste levensstijl erop nahield. Nog wel, toch? En ik was veel minder. Maar ik was ongebonden. Maar nou wil ik eigenlijk wel, zoals ik al eens gezegd heb, de beker der gramschap tot de laatste druppel leeg drinken. Omdat je een kind hebt? Een kind, maar ook gewoon. Het leven is wel leuk eigenlijk. Lijkt ik kan het ook niet helpen. Een kind zo lastig van mijn vader leeft nog omdat ik er ben. Nee, maar ik vind het leven ook wel leuk eigenlijk. Ja? Wat maakt het ook niet helpen? Nou, dat er altijd wat gebeurt in mijn leventje. Dus of film of iets anders. Ik vermaak me eigenlijk wel. Dus eigenlijk is het, ik vermaak me dood. Ik vermaak me dood. Nou, de basisinstelling is toch wel dat alles eigenlijk heb je al een keertje gezien. Dat denk je. En dan hoop je maar dat je weer verrast wordt. Wat heb je al een keer gezien dan? Nou, je bent al een keer verliefd geweest. Je hebt al een keer een goede film gemaakt. Je bent ooit bij een aardig boek gekomen. Zoiets. En kan het allemaal maar één keer dan? Daar ben ik wel bang voor. Ja, echt waar? Ja. Ik weet niet of dat waar is, maar daar ben ik wel eens bang voor. Maar wat drijf je dan om nog een film te maken als je al een keer die goede film gemaakt hebt? Omdat je er altijd overheen wil. Omdat je het hoopt dat die beter kan. Ja. Sta je van wat betreft alles zo open dan? Nou, wat betreft films en dat soort dingen wel, ja. Met dames ook? Nee, niet. Minder. Niet? Nee, ik ben twee keer in mijn leven heel erg verliefd geweest. Ik wou het eigenlijk maar bij later, eerlijk gezegd. Ja, wat is dat nou? Het kan je overkomen. Het is een ziekte die ons allen kan worden aangedaan. Maar desalniettemin, nee, dat geloof ik wel. Maar denk je dan echt van, het is twee keer... Want vind ik woon nu, even kijken, 8 jaar in mijn eentje, geloof ik. En ik denk niet dat ik dat vrijgezellenschap nog op zou moeten geven. Ik vind het toch prettig om vies en stinkend en mompelend in mijn eigen huisje wat rond te lopen, zonder dat ik daar bij iemand lastig val. En ik ben altijd een grote brokkenpiloot in relaties geweest. En om dat nou zo rond de penopauze te gaan herhalen, lijkt me een beetje overdreven. Ja, maar eigenlijk is het onzin wat je zegt, nee, toch? Het is geen onzin. Nee, dat is want je zegt, ik ben twee keer verliefd geweest en ik heb twee ernstig. Keer de liefde gevoeld. Ernstig. Ja. Ernstig. Oh ja, kom. Ik zie hem, meteen doet hij het niet. Heb je dan echt het gevoel van, dat is toch niet waar? Dat wil je dan toch? Als je dat ja, misschien wil ik dat ook wel. Want alles wat je niet hebt, daar hunker je naar. Ja. En dat geeft een soort energie om films over de liefde te maken. Of weet ik veel, dat soort dingen te doen. Dus je hunkert er wel naar? Jawel, natuurlijk. Maar hoe geef je dan vorm aan die hunkering? Nou, een aardige film over het mislukken van de liefde te maken. Dan stop je allerhartstocht daarin. Vind je dat is allemaal erg theoretisch. Maar ja, daarom. En dus ook niet de praktijk. Wat is de praktijk? Het is de praktijk dat je ik heb een beetje het huis van de doortrekkende troepen en ik heb altijd een vast arrangement met één of twee dames, zeg maar, die dan één keer per week langskomen. Ja, die dus nooit echt dichtbij kunnen komen. Nou, de laatste die toch redelijk dichtbij kwam was Hermine Landvreugd. Toen heb ik voor 4,5 jaar hadden we een afspraak, één keer per week kwam ze bij me langs. Ja. En dat was op een bepaalde manier wel hartstochtelijk. Het probleem daarvan was een beetje dat zij had een kind en ik had een kind. En vrouwen, tenminste in mijn ervaring, willen dan toch graag een soort gezinnetje hebben. Samen op vakantie of gezellig op stap, weet je wel, met de kids. En daar moet ik werkelijk niet aan denken, want die kinderen hebben nergens om gevraagd. En ik zie me al, het klamme zweet zou me uitbreken. Omdat je dan het beeld voor je ziet. Ja, het beeld en de verantwoordelijkheid ook. Dat je bedoelt dat als je dan samen op vakantie zou gaan, dat het leuk zou wezen. Nou, je moet er werkelijk niet aan denken. Waarom wil je eigenlijk een kind?
Dat was wel een diep gevoelde behoefte. Omdat ik dacht, ja, alles is leuk en aardig. En altijd geroepen dat je vroeg doodgaat. Maar het gebeurt toch niet. Want je hebt een maag als een cementmolen en je blijft wel overeind. Dus het hoort er eigenlijk bij. Het maakt je leven completer. Jij bent niet iemand die iets doet omdat het erbij hoort, toch? Jawel, in dit geval wel. Want ik dacht, ik heb er inderdaad een tijdje over lopen nadenken. En het toen voorgesteld aan de huidige moeder van mijn kind. En dat ging eigenlijk... Zullen wij een kind nemen? Ja, het ging ongeveer spontaan eigenlijk over een avond. En dat was het dan. We gaan nu een kind maken. Ja, zei ze. En toen was het gebeurd, zal ik maar zeggen, het heilige ontmoeten. En toen zei ze, het wordt een jongetje. Ik zei, nou, je hebt 50% kans. En zie daar. Nou goed, zij heeft gewonnen. Of had jij gedacht dat het ook een jongetje zou worden? Nee, ik had daar geen idee over. Dus doet het je wat, of het een jongen of een meisje is? Ik vond een jongen leuk, maar een meisje had ik ook wel leuk gevonden. Behalve dat het meisje natuurlijk met al die slijmballenwater gaat thuiskomen. Dus ja, dat zou kunnen gebeuren. Dat kan deze jongen misschien ook moet nog. Je al die platte trucs moet je in de gaten hebben. Maar toch, waarom wil je zo'n kind dan? Wat is het dan? Dat intrigeert mij. Wat het echt is? Dat het iemand is waar je ongelooflijk veel van houdt. En die er altijd is. En waar je verantwoordelijkheid voor te dragen hebt. Dat je iemand hebt die er in ieder geval dat klinkt wel erg egoïstisch, want je bent natuurlijk in wezen ben je daar voor dat kind. Als het gaat om opvoeding en dergelijke, ben ik niet zo erg hooggestemd over mezelf of over anderen. Ik denk dat je er meer achteraan hobbelt. Ik denk niet dat het zo... Je kan alleen maar een kind het gevoel van veiligheid geven en het gevoel geven dat je van hem houdt. Maar is het dan ook zo wat jij zegt, dan is er iemand die in ieder geval waarvan je kan houden en waarvan je met zekerheid weet dat ze voorlopig niet weggaan? Nou, dat is niet. Maar het heeft iets onvoorwaardelijks. Natuurlijk, als mijn zoon 14 is, gaat hij mij in het gelaat spuwen en gaat weg, natuurlijk. Nee, maar heb je wel 14 jaar lang iemand bij je kunnen houden? Is het nooit gelukt? Het is geen oude dagvoorziening, een kind. Nee, dat is het ook weer niet. Nee. Verandert het je? Nou, het heeft me milder gemaakt, ja. Het is alle clichés zijn waar. En waar blijkt dat dan uit dat je milder bent? Nou, dat ik vooral geleerd heb om mezelf iets meer met een korreltje zout te nemen. Want als je met zo'n kind bezig bent, dan is het in het geheel niet belangrijk wie je bent of wat je doet. Dan moet je het gewoon leuk hebben samen. Maar hoort dat niet gewoon met de leeftijd? Wat? Dat je wat ouder wordt en dat je jezelf wat meer met een korreltje zout neemt. Dat en dat je proces vroeger... mogen inleiden met een kind. Ja? Hoe oud is dat kind? 9. Ja. Dus ik zeg, dat kind vind je dat eigenlijk al erg? Dat is niet erg, maar ik heb wel de afspraak met mijn ex dat niet te veel babbel over mijn kind. Nou, hou erover op. Hou erover goed, op, ja. Punt. Oké, klaar. Zou je... hebben we het niet meer over het kind. Maar zou je, als je eerder een kind had gehad... anders in het leven hebben gestaan op een jongere leeftijd dan? Dat denk ik wel. Als ik mijn leven over zou mogen doen, had ik denk ik een kind op mijn 20ste genomen. Want het is gewoon veel leuker dan je denkt. Ik heb al die jaren tussen mijn 20ste en mijn 30ste geroepen van dat begin niet aan, de verantwoordelijkheid dragen en het gezeik. Maar eigenlijk is het gewoon hartstikke leuk. Omdat het leuk is om die verantwoordelijkheid te hebben? In dat geval wel, ja. Maar nogmaals, ik heb niet veel illusie dat je er veel aan kan uitrichten. Iemand heeft zijn eigen persoonlijkheid en that's it, maar goed. Nou kijk, ik heb allemaal van die laadjes. Een van die laadjes is, dat noemen we dan maar even voor het gemak, in dit geval een soort grafreden. Ik heb even wat mensen, je hoeft maar één keer door jouw map te gaan met... En er zijn genoeg mensen die wel... De een noemt je een eeuwige antisemiet, de ander noemt je de antisemiet op zondag of een gefrustreerde calorieënverzamelaar. Zo eens kijken of jij weet van wie het is ook. Als ik zeg de eeuwige antisemiet, dan weet je het wel, denk ik. Dat is van Leon de Winter. En de antisemiet op zondag is? Meneer Brand Kortius. Een gefrustreerde calorieënverzamelaar. Ik geloof Sylvain Efimenko. Impotent stuk wassenaars vlees. Michael Zeeman. Hij was continu lastig vroeger. Mijn moeder? Nee, je vader. Ja. Nog één. Een schat van de vader. Je weet niet wat je ziet bij Van Gogh in huis. Die pakt de theedoek en gaat aan de afwas. Weet ik niet. Thomas Ros, die de film hebt gemaakt. En dan nog één. De allerlaatste. Theo is betrouwbaar, provocatief en ontkent elke vorm van establishment. Een Pietje Bel. Dat is? Max Pam. Ja. Met wie jij onder andere ook de internet site hebt. Hè? Ja. Dus hij staat op jouw site. Moet ik het zo zeggen? Hij is gelinkt eraan. Okay. We maken samen een programma. Ja. Zou je... Want we gaan natuurlijk niet over al deze kwesties hebben, dat is onzin. Maar het geeft wel een beetje aan van dat je nogal om je heen hebt geschopt en geslagen. Wat soms tot wel behoorlijk leuke stukjes heeft geleverd. En gezellige ruzietjes onderling en zo. Zou dit ook zijn geweest als dat kind er dan bijvoorbeeld al was geweest? Dat is moeilijk, dat weet ik niet. Maar dat ging ook wel eens over zwaarwegende dingen. Maar ja, soms heb ik een raar effect op mensen. Ik werd verleden week voor Café Beeldschut in Amsterdam geïnterviewd door René Mioch. Ja. En wie komt daar naar buiten? Meneer Brand Kortius. Ik zeg, dag meneer Brand Kortius. Mioch draait zich om. En hij zegt maar één ding, antisemiet. En hij stapt op zijn fiets en hij rijdt weg. Dat is fascinerend om te zien. Wat jammer dat niet op beeld was dan. Ja, ze hebben het wel opgenomen, maar ze hebben het niet uitgezonden.
Ach ja. Nou, is het toch zo, want ik zeg dan wel, jij deelt de site of Max Pam staat op jouw site. Hij is gelinkt aan mijn site. Je staat nergens meer in een blad. Ja, dat klopt. Dat komt volgens mij wel door al dit gedoe. Ja, misschien is het ook een beetje de onnozelheid van de Nederlandse krantenwereld. Want toen ik voor de HP de tijd schreef, had ik een naamsbekendheid van 80%, bleek uit alle onderzoeken. Dus mensen pakten dat blad vaak uit het schap en lazen als eerste mijn kolompje. Ja. Je zou kunnen zeggen, het draagt bij aan het verkopen van bladen. Maar zo goed gaat het niet met HP de tijd, nee. Dus wat dat betreft. Geldt het ook voor de film? Is het zo dat in de film het ook moeilijk is als je Theo van Gogh bent? Nee, vaak is het ook een voordeel. Omdat mensen bijvoorbeeld het idee hebben dat je je best doet om er een aardige film van te maken. Dus ik heb films zijn ook mijn andere afdelingen, als ik het zo mag zeggen. Hoewel dat een beetje ijdel klinkt, maar toch. Die zijn vaak veel nogal emotioneel en hartstochtelijk. Die gaan over een dagje naar het strand en terug naar het geest. Weet ik, het gaat over de liefde. Of, weet ik. Ja, en serieus. En serieus, ja. Ik betrap mijzelf wel eens op een zekere pathetiek als ik die filmpjes terugkijk. Dus ik heb ook 2 films gemaakt zonder muziek bijvoorbeeld. Om er eens een keertje van af te komen. Maar, ja. Maar wordt er in die filmwereld word je met open armen ontvangen, zeg maar? Nou, ik mag niet mopperen in ieder geval. Nee, niks over te klagen. Dus daar heb je geen last van, zeg maar, het provocatieve karakter van je? Ja, ik heb wel eens ruzie met producenten gehad natuurlijk. Dat is wat anders. Maar is meer vorm? Nee, is geen vorm. Nee. Ik was genaaid door Glibber en Gladder van de firma... Wie zijn Glibber en Gladder? Chris Brouwer, Henk Balian, voor al uw zwarte geld. En die hadden me genaaid bij Terug naar ons geest met de special effects. Dus die gingen van 80.000 naar 20.000 gulden. Ik kan niet bij de ingang van de bioscoop gaan staan en zeggen... die vliegende doodskist ziet er lullig uit, want ze hebben meer geld in hun zakken gestoken. Dus toen heb ik, dat kreeg ik niet voor elkaar, dat geld werd mij ontstolen. Toen heb ik de sleutel van het pand laten namaken. En ben ik een maand lang telefoonseks gaan doen met mijn toenmalige geliefde in Canada, waardoor de rekening in ieder geval iets evenwichtiger werd. Ik verbelde voor zo'n 30.000 gulden al rukkend en dat leverde grote paniek op bij de heren. Maar dat was in ieder geval iets om te doen dan. Oh, en daar ben ik dan ook niet meer binnengekomen natuurlijk. Maar uit eigen verkiezing ook niet. Maar verder niet? Oplichters. Tuig vind ik het. Maar hoe is jouw plaats? Schets die filmwereld dan eens een beetje. Want ik begrijp, kijk, de wereld van de geschreven blaadjes en zo, dat kennen we ongeveer allemaal wel. Want dat kunnen we allemaal wel lezen. Ja. En we snappen welke hoofden en gezichten er zijn. Nou, er zijn een heleboel oplichters en een paar aardige mensen die heel erg te vertrouwen zijn. Dus daar kan je makkelijk een film mee maken. En soms doe ik het zelf. Maar meestal met Dave en Hans van Shooting Star. En dat zijn dan te vertrouwen mensen? Illustrate mensen die ook al die jaren met me hebben meegedaan als er geen geld viel te verdienen met films. Dus maar zijn er dan ook mensen achter jou om of langs jou heen die zeggen van nou, die Theo van Gogh, daar moet je niet mee werken? Of wat werk jij met Theo? Jawel, natuurlijk is dat wel eens zo. Maar niet met macht? Kijk, het is zo'n onnozel wereldje in Nederland, die filmwereld, dat je daar moeilijk een paranoïde complottheorie op los kan laten. Ik heb altijd subsidie gekregen, omdat het vaak wel lastig was, omdat ik die deskundige dan beledigd had. Of ze nou niet in de commissie zaten die over het subsidiegeld gingen. Rob Howard, Pieter Verhoef, dat soort types. En die kochten me dan af, althans dat probeerden ze door het hele project af te wijzen en dan te zeggen, hier heb je een scenario subsidie, ga er nog eens over nadenken. Waarop ik dan weer in grote woede ontstak. Maar ik heb dus in mijn lange leven geleerd dat het vooral belangrijk is dat je die films van de grond krijgt. En dan maar eens wat water bij de wijn in de zin van dat je wat inhoudt, niet waar. En dat helpt wel, moet ik zeggen. Ja. Ik heb wat kritieken gevraagd. Er zijn kritieken die morgen, die hebben van de filmkrant. Je kent die filmkrant en die doen dat met sterretjes. Oh ja. Wil je het weten eigenlijk? Ja, dat is langs, goed. Parool, het Algemeen Dagblad en de Volkskrant geven 2 sterren. Dat wil zeggen dat het een matige film is. En Baby Blue krijgt van Trouw, het Utrechts Nieuwsblad en NRC Handelsblad 3 sterren. Een redelijke film. En Hans Berenkamp van NRC Handelsblad vindt het een elegante film. Die sterren zitten tussen de 0 en de 5, geloof ik. Ja. 0 is echt verschrikkelijk, een 5 is... Wat vind je daarvan, als je dat dan zo hoort? Van nou, ze vinden het een redelijke of een matige film. Dus nou, ik heb liever dat ze zeggen, ik vind het een geweldige film. Nou, het is anderhalf jaar werk. Ja. Maar ja, niks, klaar. Nee, klaar. Ja, toch? Op naar de volgende. Is het voorspelbaar? Nee, want de ene keer is het heel goed en soms is het heel matig. Ja. Is het echt zo makkelijk van op naar de volgende dan? Ja, wat moet je anders doen? Nou ja, op het moment, ik kan me nu voorstellen dat het nog wel wat gevoeliger ligt dan over een jaar of zo. Dat je waarom? Omdat het nu dichterbij je nog staat misschien. Ja, dat je met masochistisch genoegen al die recensies gaat lezen. Ja, niet? Nee, ik heb altijd, als het op de dag dat ze uitkomen, ga ik ze vlijtig zitten spellen om te zien of ik het ermee eens ben, ja of nee. Ja. En dat is het al. Ja. Kan je het met een slechte recensie eens zijn? Nee, jawel, ik heb ook slechte films gemaakt. Ik vind nu dat ik een hele goede film heb gemaakt, dus ik zal dat niet mee eens zijn. Wat ze zullen vastschrijven dat ze het plot wat onwaarschijnlijk vinden. En vind je dat dan erg op zo'n moment? Of denk je dan, ja, misschien is dat eigenlijk ook wel een beetje zo? Nee, dat denk ik helemaal niet. Maar ik denk, ja, het is jammer, want ik wil graag veel mensen naar de bioscoop hebben. Of is het wat te langzaam of zo? Ik verzin maar wat. Hè? Want die film duurt volgens mij ruim 2 uur. Hè? Ja. Nou ja, nee, eigenlijk niet. Dat is niet iets wat je raakt?
dan? Nee, dat niet. Ik heb die film gemaakt zoals ik hem maakte. En dan hoop ik dat andere mensen hem mooi voor vinden. En that's it. Ja. Wat moet je er verder over zeggen? Nou, ik kan me zo voorstellen dat je daar dan zo betrokken bij bent. En dat als iemand zegt er langzaam, je zegt van nee, want dat is juist daar en ja, daar. Ja, kom op nou. Ja? Die mensen gaan in de zaal zitten. Het is hun werk om naar die film te kijken. Dus ja, dan moet je geen films maken. Dat is onzin. Je geeft het weg. Ja, op dat moment. Dat moet je ook doen, anders is het niks. Wat maakt jou, want dat is dan iets wat ik veel tegenkom, wat ik niet zo goed snap. Wanneer ben je een goede acteursregisseur? Wat maakt je tot zoiets? Wow. Dat je goed hebt nagedacht over wat je van diegene wil zien. Ja, en hoe vertel je diegene dat? Het is dus ze of hij zit zo en zo in elkaar. Dat is het karakter. Ja, en dan? Dat, ik kan me voorstellen dat dat dan vraag tot zover die, snap ik dan dat vraag je of diegene wat terug wil zeggen of die het wil invullen. Ja, ja. Dus wat kan je laten zien wat overeenkomt met het karakter wat je net geschetst hebt. Maar je hebt natuurlijk van tevoren nagedacht over wie je voor die rol zou willen hebben. Of wie je dacht die hoort erbij. Als je een goed acteursregisseur bent, dan moet je zelf de casting doen of niet? Ik vind van wel. Ja? Ja. Dat heb je ik weet niet of ik een goed acteursregisseur ben, dat zeggen mensen. Maar ik ben er altijd bij. Ja, tuurlijk. Anders is het niks. Ja. Maar ze zeggen dat moet je toch zelf wel ongeveer vinden. Dat je denkt, nou, dat kan ik eigenlijk wel goed of dat kan ik niet goed. Ja, het is me wel eens gelukt om acteurs goed voor de camera te krijgen. Maar acteurs, regisseurs van wijdse betiteling. Maar dat is in ieder geval waar ik heel veel lol in heb. Dat doe ik leuk om nou, te doen. Wat maakt het dan specifiek? Wat is dan waar jij met die acteurs zo goed mee overweg kan? Dat ik, het is een moeilijke vraag. Want ik heb er niet zo over nagedacht. Ik doe dat meestal maar zo'n beetje. Ja, ik denk het wel. Dat ik een soort instinctief gevoel heb voor wat hun kracht is. Tekstbehandeling of bepaalde looks. Als je met een cameraman, als laten we zeggen verslaggever of wat dan ook, op stap gaat. Dan hoop je dat de cameraman jou iets aanbiedt. Een mooi shot of zo. En ja. Je zegt, ja, dat is mooi. Is dat met een acteur ook zo? Dat je hoopt dat een acteur jou iets aanbiedt? Ja, maar veel belangrijker dan een cameraman vind ik ook. Want je kan de middelmatigst gefilmde films kan je zien terwijl er geweldig in geacteerd wordt. En je denkt top. Ja. Dat is niet waar het over gaat, geloof ik. Niet echt. Hoewel ik best dat er een soort techniek bij komt en dit en dat. Maar wat betreft acteurs, ja, dan wil je graag verrast worden. Dus je probeert op de set het klimaat te scheppen waarin mensen zich veilig voelen. En dat is niet zo makkelijk als er 40 mensen omheen staan met een hoop getetter en gedoe. Want dat is het toch, een filmset. Ja. En als dat lukt, dan zie je ook dat mensen groeien in hun rol. Daarom houden we ook wel eens rekening mee met het opnameschema. Dat je hier meteen met de moeilijkste scènes begint. En hoe voel je dan veilig? Wat, dat mensen zichzelf durven te verrassen en daarmee mij. Dat klinkt wel heel erg deftig. En het is moeilijk om erover te praten, want het is zo abstract allemaal. Maar als iemand zich zo lang voelt voor een camera, dan nemen ze ook risico. En dat maakt het interessant om naar ze te kijken. Ja. Maar hoe ontstaat zo'n moment als er 40 mensen om je heen staan dat zij zich zo lang voelen als jij daar ook staat? Een soort vorm van concentratie is dat. En doe je dat samen met die acteur dan? Dat je ook samen daar van tevoren over gepraat hebt of zo? Is het moeilijk te zien als een soort trainer of een dirigent? Het klinkt zo therapeutisch, dat is het niet. Het is meer dirigent. Maar dan nog is het wel een deftige uitdrukking. Het is vooral veel gekakeld hebben over wat de rol is, wat je wil zien. Wat diegene in het verhaal moet betekenen of vertolken. Maar is dat regisseren dan eigenlijk niet op de set, maar die avond ervoor in het café geweest of zo? Nee, heel veel ervoor. Weken daarvoor. Weken daarvoor? Ja. Een nacht met iemand doorhalen met drank om daarover te praten. Soms, maar dat hoeft niet. Of een middag door het bos lopen. Nou, of weet ik veel. Lopen, ik weet niet wat je dan doet. Nou, gewoon in een kaal lokaal gaan zitten en een paar scènes spelen en dan kijken wat er gebeurt en dan erover praten. Ja. Ben je beter met mannen of beter met vrouwen? Nou, maakt niet uit, geloof ik. Nee? Nee. Wordt wel gezegd dat je zo goed bent met vrouwen? Daar geloof ik niks van. Niet beter dan met mannen. Maar is er een verschil om met mannen of vrouwen te kunnen laten regisseren? Nee, eigenlijk niet, want acteren is voor beide seksen hetzelfde. Je kan hooguit zeggen dat voor vrouwen is het een geheime liefdesverklaring. In de zin van aan die vrouw, omdat ze je een cadeau geeft. In de zin van, jij geeft haar de kans om die rol te spelen en zij geeft jou wat terug. Namelijk een prachtige vertolking van iets. Een soort uitgestelde vorm van liefde. Zie je dat zo? Nou, een beetje wel, maar zo zou je het ook met mannen kunnen zien. Dus wat dat betreft... Maar jij ziet het met vrouwen zo omdat je hetero bent. Is dat het? Ja, meer. Ja. Hoe doe je meer? Nou ja, goed, dat het meer met liefde te maken heeft met een vrouw dan met een man, denk ik. Of je aangetrokken voelen. Voel je je aangetrokken tot de actrices met wie je werkt? Nou, meestal op een verkapte manier. Dus niet, ik wil met je naar bed, maar ik wil wel dat je je ziel en zaligheid blootlegt voor de camera. Want in wezen nog veel meer is zo natuurlijk. Intiem is. Ja. Ja. Je vraagt nogal wat. Ja. Dus dat. Ja. Hoe kan het dat dat in het werkelijke leven dan zo beroerd gaat eigenlijk met die vrouwen?
Dat valt wel mee. Als je dat dan zo goed kan. Ik heb er niet zoveel over te klagen. Nee, als je de ziel en zaligheid van iemand voor de camera bloot kan krijgen. Dat hoeft in je dagelijks leven ook nog te hebben. Zo interessant zijn de meeste mensen niet. Nee, dat is ook weer zo, hè? Nee, meer gauw uitgepraat, denk ik. Ja? Ja, ik denk dat de voorwaarde voor geslaagde relaties meestal is dat je nou niet voortdurend dag en nacht met de ziel en zaligheid van je partner bezig bent. Want het wordt zo uitputtend. Het wordt zo therapeutisch, lijkt mij. In ieder geval, ik ben niet degene die zich daar ernstig in verdiept. Jij vraagt, geloof ik, aan bijna elke gast, hoe vaak kan een mens in zijn leven verliefd zijn? Ja, omdat het iets over iemand zegt. Je hebt mensen die raken altijd verliefd en die vluchten daarin. Ja. En dat vind ik altijd interessant om te zien. Zijn het mensen die altijd op de vlucht zijn in de liefde? Of zijn het mensen die aan één of twee keer genoeg hebben? Ja. Jij bent de laatste, hè? Ik ben de laatste, ja. Maar goed, ik zit daar om antwoorden aan mensen te ontlokken om hen iets over zichzelf te laten vertellen. Ja, nu doe ik dat, dus daarom vraag ik dat aan jou. En jij zegt dan één of twee keer. Ja. Maar is dat uit angst omdat het... Maar komt dat, ja, waarom denk je dan niet dat het er 5 of 6 kunnen zijn? Nou, dat kan allemaal wel, maar goed. Maar je gaat er niet voor? Nee, helemaal niet. Nee. Wat dat betreft, ik hou mij afgeschermd. Maar waarom dan toch? Is dat omdat het zo'n pijn doet of zo? Nee, maar het is eigenlijk 2 keer best goed gegaan. Dat is niet met een dramatisch verlies of weet ik veel. Gewoon zoals dat gaat, dat een tijdje is het minder en wordt onder je weg tuimeld. Weet je, als het ware met de galg om je hals staat en je kijkt omlaag en even later zal het dekseltje open gaan en dan bungel je. En dan heb je je laatste erectie. Dat is nou niet iets waarvan je denkt dat moet me iedere dag overkomen. Dan moet je er zorgvuldig en zuinig mee zijn. Dus ik acht niks uitgesloten, meneer Paul, nee. Maar je moet er... Maar liefde is een soort glas met water of met vodka of whatever. En dat kan je maar 1 keer uitschenken? Nou ja, niks is absoluut. Maar als het een zo alles doorklievende ervaring is, dan lijkt het me niet dat je dat iedere keer kunt herhalen. Want dan wordt het weer gewenning, toch? Dan wordt het minder. Wordt het minder. Ja. Dan is de sensatie minder. Heb je, met film heb je wel ambities, hè? Ja, ik vind het leuk om een film te maken, tuurlijk. En ik hoop er ook in door te kunnen. Maar ook om de wereld te veroveren? De wereld niet te veroveren, maar het is wel zo. Ik heb nu een film met Engelsen gemaakt. Het maakt, als het een beetje aanslaat, maakt het de kans makkelijker dat je je volgende film gefinancierd krijgt. Ik zal je een voorbeeld ervan geven. Kruimeltje trok hier 1,4 miljoen bezoekers. En is in het buitenland niet verkocht, omdat hij Nederlands is. Ja. Nou, en dat kan dan niet, dat wordt dan niet nagesynchroniseerd of zo? Of in dat kan wel, maar dat maakt de opbrengsten minder. Ja. Tot nu toe is dat in ieder geval niet gebeurd. Hoe komt dat? Nederlands is een beperkte taal wat dat betreft. Engels maakt het iets eenvoudiger voor je. Is dat van tevoren ook zo door jullie bedacht? Van wij moeten zorgen dat dat een Engels stel is wat aan de overkant in dit geval is erover nagedacht, jazeker. Ja. En denk je dan dat deze film ook, laten we zeggen, internationaal wordt uitgebracht? Of is het meer dat het paspoort voor jou is om... Nou, ik denk het paspoort en ook uitbreng. Ja, ik denk dat het wel gaat lukken. Zaterdag had ik première en ik kreeg gisteren een fax van Jan Blokker, die mijn films altijd kut heeft gevonden. Die vond het opeens een hele goede film. Dan denk ik, Blokker die altijd de paus was onder de Nederlandse recensenten. Dus ik was daar heel trots op. Daar ben je dan trots op? Ja, was ik trots op. Krijg je niet een beetje een kriebelig gevoel? Ik vind het wel een vorm van ijdelheid. Als Jan Blokker het nou wel goed vindt. Ja, dan is het wel heel slecht met me gesteld, maar ik vond het toch heel leuk. Ja. Ja. Nou ja, goed. Niks aan te doen. Jan Blokker is iemand niet meer, hè? Die zit niet meer in al die... Nee, helemaal niet. Maar het was vroeger natuurlijk een belangrijke speler in die hele film. Ja, en iedereen leest altijd zijn columns, toch? Ja, dus, absoluut. Als dat beeld over een jaar of 15, zie ik dan jou met een mooie vrouw in jouw gade internationale successen boeken? Of staat er ergens in de krant? Ik zal altijd hier blijven, denk ik. Maar ja, je weet het niet. Mijn droom is heel vaak geweest om naar New York te gaan. Maar dat is een hard leven om overeind te blijven, financieel, economisch, hoe je het doen wil. Dus als ik het hier voor elkaar zou kunnen krijgen met financiering, waarom dan niet met Engels Amerikanen films gedraaid en gewoon hier blijven? Ja, hier blijven. Dat is verder het punt helemaal niet. Maar is dat beeld van, maar heb je nog wel het gevoel dat het succes gaat worden? Want we begonnen het gesprek met ja, ach, nou, eigenlijk wordt alles altijd maar minder en wat dan ook. Nee, het kan best succes worden. Ik heb 9 jaar geleden een zeer mislukte film gemaakt. Toen heb ik voor mijn eigen geld 2 films gemaakt die nogal aansloegen. Dus wat dat betreft, ja. Ik geloof niet dat de neerwaartse lijn is. Het is meer de neerwaartse lijn van je leven waar we het over hadden aan het begin van het gesprek. En dat is gewoon dat alles minder wordt, fysiek. Ja, je hebt alles meegemaakt en je hebt een keertje gezien. Laat ik het zo zeggen, het vermogen verliezen om je te laten verrassen, dat is het vooral, denk ik. En daar moet je voor oppassen. Ja, maar niet door je daar meteen af te sluiten, hè? Oh ja. Ja. Oh ja. Ik sluit me er maar vooraf, want dan word ik niet meer verrast. Zullen we sluiten? Ja, joh, ik vind het goed. Sluiten met de. Ik heb je gevraagd naar muziek. Als je dood, hoe ga je dood eigenlijk? Wordt dat de boom of wordt dat. Geen flauw idee. Maar het is wel zo dat ik me wil laten verassen. Dan een pollepel in de urn. En iedereen moet een hapje van me nemen. En de vieze smaak wegspoelen met drank. Oké, dat kan dus nog wel. Maar wie zijn er dan nog tegen die tijd? Daar heb je gelijk. En geen flauw idee. Nee. Want ja.
Maar heb je daar echt, denk je daar wel eens over? Nee. Je hebt veel gespot met de dood. In jouw, maar ik heb daar niet over nagedacht, nee. He, zelfmoord, je hebt er allemaal aan gedacht. Ja, maar wie niet? Nou ja, goed. Heb jij nou het over zelfmoord nagedacht? Ja, wel over nagedacht, maar niet zo, ik geloof niet zo erg als jij. Je hebt er echt over geschreven ook wel. Maar je hebt er nooit gedacht van, hoe zou ik dat doen, mocht ja, het zo ver komen? Ja, via drukte af met de auto en dan gewoon knal, boem. Dat lijkt me wel mooi. Dat kan heel gruwelijk zijn. Toen ik pas mijn rijbewijs had, namelijk. Dan blijf je als Superman misschien achter, zeg. Toe. Ja, maar ik heb geen kracht om te vechten, dus dan was ik echt wel dood gegaan. Nee, maar ja, nou ja, goed. Nee, maar denk je daar wel eens aan? Van dit is een mooie dood? Nee, ja, zo zacht mogelijk in mijn slaap. Maar een laffe dood. Geloof. Waarom is dat laf? Ja, zo zacht mogelijk in je slaap. Jij wil tegen dat viaduct op, allemaal troep. Ja. Dat is een misplaatst soort heroïek. Ja. En wat zou er dan gebeuren? Zouden de buren dan na een paar weken klagen over stankoverlast en blijkt dan dat jij dood bent? Of denk je dat er toch de gevierd cineast op dat moment... Ik weet niet of het mensen opvalt als ze me bellen dat er niet meer antwoord wordt gegeven. Geen flauw idee. Ik heb geen antwoordapparaat, dus... Welke muziek gaan we draaien dan? Sympathie voor de Devil van de Stones. Waarom? Nou, een mooi nummer. En zo swingend. Maar vanwege dat Sympathie voor de Devil... Ja, vond ik wel leuk. Als jij nou een programma wat de Hemelpoort heet, dan doen we dat maar. Ja, dus het blijft een beetje provocatief dan toch? Nou ja. Nou ja, de Stones zijn provocatief, dat kan ook eigenlijk niet meer, hè? Nee. Dankjewel. Dankjewel. Zullen we even luisteren? Ja, is goed. Allow me to introduce myself.